Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met een video over Planet Coaster. Het is al eventjes geleden dat ik nog eens een Planet Coaster had gespeeld en ik dacht, nu moet het er eens een keertje van komen. Met wat ik begin is namelijk met verschillende lijnen op het scherm zoals je kunt zien. Ik had namelijk een voorbereiding in mijn hoofd en ik dacht, zo wil ik het namelijk hebben. Dus wat ik eerst ga doen is namelijk eigenlijk een soort van vijverachtig, of ja, eigenlijk meer een rivierachtig maken. Met dan op het begin, zoals jullie kunnen zien, meer naar het begin toe, ga ik het hier dieper gaan maken. Waarom? Gewoon, ik wou iets gaan maken op het, eigenlijk zelfs al zien jullie namelijk dat ik een hele boord heb gemaakt waar je eigenlijk zogezegd op kunt wandelen. Maar met het badsysteem kan ik het nog niet klaar krijgen om dan namelijk ook mensen op te laten wandelen. Maar dat is namelijk eigenlijk de bedoeling van dit rivierachtig iets. Nu, zoals je kunt zien, plaats ik het water al. En het heeft eigenlijk vrij lang geduurd eer dat ik met dit allemaal klaar was. En dit en zie en la. Want het is niet altijd simpel om gelijkertijd dat te doen. Nu, dit was opgenomen wanneer ik bij een vriend was. Ik was samen met een vriend. Hij was Rollercoaster Tycoon 3 aan het spelen. Ik was Planet Coaster aan het spelen. En dan waren we gewoon een beetje aan het overleggen over van, ja, is dat goed? Ziet dat er goed uit? Dat is wel eigenlijk fijn om even zo eens bezig te zijn. Want je moet denken dat het ongeveer 3 uren heeft geduurd van al hetgeen wat ik heb gedaan vandaag. Wat in de video tevoorschijn komt. Heeft ongeveer 2,5 uur à 3 uur geduurd. Waarvan 1 uur en 10 minuten opname dat na 20 minuten is gebracht. Yay! Het is allemaal 4 keer versneld, dus ik vind het ook leuker om het zo te doen. Ik neem alles op voorhand of, ik neem alles op voorhand of. En dan zorg ik ervoor dat ik eigenlijk alles versnel, zodat jullie het beeld kunnen zien. Dit is trouwens onder water. Ja, oké, vraag me niet waarom. Ik denk dat ik nu, nu ga ik gaan beginnen volgens mij aan niks. Wat zit ik om op te klikken? Oké, ik ga nu gaan beginnen denk ik aan het, hoe noem je dat? Aan de boord waar je kunt opstaan. Het is precies alsof je aan de zee staat of zo. Ik weet het niet. Trouwens, geniet van de nieuwe muziek. Ik heb nieuwe muziek afgehaald, want ik dacht, ja, ik wil graag wat nieuwe muziek hebben. Dus ja, ik ben hier dan begonnen met een boord waar je eigenlijk, ja, straks ga je het goed gaan zien, waar je eigenlijk op kunt gaan staan en genieten van het water. Zo is de bedoeling eigenlijk van dit heel gedoe. Nu, ik heb hier daarna de kleur aangepast van de brikken, want ik vind dit een schoon kleur. Nu, dit is met, wat is het, rood met wat paarsachtig en nog een andere kleur. Dat is heel handig in Alpha 3, want je kunt gewoon de kleuren aanpassen. En trouwens, ik wou de video maken en ik moest een half uur wachten, want er was een update. Dus ik heb die eerst een half uur moeten updaten, want er waren een paar aanpassingen. Het bouwlimiet is weg, dus je mag nu zo hoog bouwen als je wilt. Wat ik echt fijn vind. Want je mag nu gewoon bouwen zo hoog als je wilt. Dus dat het bouwlimiet is weg, er was nog iets weggehaald. Allemaal met die update, dus dat vind ik eigenlijk ook heel fijn. Dit was een klommelwerkje. Ik denk dat ik hier echt heel... Oh man, hier ben ik vrij lang mee bezig geweest. Ik denk de eerste helft van de video, de eerste 10 minuten ongeveer, is namelijk dit gedeelte, de eerste zijkant. En daarna de laatste 10 minuten is namelijk het gedeelte aan de rechterkant de berg. Dus er gaat ook een berg komen met plantjes op. Met daarna als laatste ga ik namelijk ook voor zorgen om een huisje neer te zetten. Eigenlijk een hoedeshop gaat daar eigenlijk ook gaan komen. En hier, we zijn al doorgespoeld. Zoals je kunt zien heb ik meer planken gezet. En zoals je op dit moment kunt zien, staan de planken nog niet goed. Dit komt nog te goed in het tweede deel van de video. Eenmaal als ik voorbij de lantaarnpaal ben, want die ga ik ook nog gaan maken. Nu ja, ik was bezig met de twee delen. Dus het tweede deel is eigenlijk gewoon het berggedeelte, wat ik zelf chic vind gedaan. Alleen moeten er nog wat meer plantjes komen. Hier moeten ook nog meer plantjes komen. Dat komt allemaal nog tussenin video's, want ik vind dat plantjes zetten is zo'n beetje saai als jullie dat in een versneld beeld zien. Zo plant. Ja, hier zien jullie het. Ik ben een heel stukje vooruit gegaan omdat ik het vervelend vond om dit constant ding te doen. En dit is namelijk een rampzalig. Nadat ik de plank had geplaatst, zag ik dat ik dat deel niet meer weg kon doen. Wat normaal gezien moet lukken. Maar hetgeen wat ik ga voor zorgen tegen de volgende video, is namelijk dat ik het gedeelte ga weghalen van de planken, dan alles terug ga platmaken en ervoor zorgen dat alles plat is en de grond voetje is. Maar ja, dat lukte mij dus niet, ook al haalde ik het pad weg. En toen denk ik dat ik ben begonnen met hekjes te zoeken, hekjes voor aan de zijkant. Voornamelijk eigenlijk echt een gevoel te krijgen dat ik hier moet stoppen en ik kan hier kijken van en genieten van het mooie uitzicht. Zo was mijn idee er toch van. Voor de rest wil ik nog allemaal van plan ga zijn met de Planet Coaster.
op ieder einde van, op iedere video op het einde, rond de 2 minuten of zoiets, komt er een kleine real-life beelden. Dus namelijk van het spel zelf, dat ik dan met mijn eigen stem rol over zonder webcam, want dat heb ik al voor opgenomen. Dit is allemaal voor opgenomen. En met mijn stem gaat er dan over en dan leg ik gewoon uit wat er volgend gaat komen. Daar kom ik nog bij. Wat ik hier eigenlijk eerst wou vinden was een reling. En ik had eerst een houten reling, omdat ik vind hout vind ik wel schoon, iets schoon. En toen ben ik, heb ik deze... geen porselein, als porselein was dan wat grap kapot. Dit is een... ik weet zelfs niet wat de materiaal is. Maar ik vond dit wel schoon om te hebben. Ik heb dit wel niet zo gezet, ik heb het lager gezet. Ja, lager gezet. Ik vond dat iets schoon hebben. Als een mooie reling voor eigenlijk bij je bakstenen muur te hebben. En daar heb ik dan volledig rondom gezet. En ik snap niet waarom ik dit stuk heb uitgeknipt. Want dit is gewoon een heel stuk lang door dat ik al deze hekken zet. En dan moet ik maar gewoon gaan praten. Goed, ja, het is goed gedaan. Ja, hier zat ik trouwens in de grond. Op een of andere manier zet hij mijn camera in de grond en bleef ik in de grond vastzetten. En nu heb ik dorst. Ik ga even drinken. Ik moet ook eens gebeuren af en toe drinken. Pa-pa-pa-ra-ra. We gaan een beetje feesten. Ik weet niet. Trouwens, geniet van de nieuwe muziek. Ik heb nieuwe muziek afgehaald bij... oftewel, Bandsound. Weet je wat? Ik ga hem in één keer opzoeken. Jullie gaan het toch normaal gezien niet te zien krijgen. Purple Planet Music. Van Purple Planet Music heb ik het afgehaald. En hier ga ik beginnen met de lantaarnpaal. ja, dat is een heel verhaal. De lantaarnpaal, ik weet niet hoe lang ik eraan bezig ben geweest, maar ik... dat was ten... Dit is eerst een heel klein stukje opname. Van 10 minuten, maar voor jullie maar een minuut of zo, want het is echt veel keer... Het is 4 keer versneld. Je ziet, hier ben ik al doorgegaan terug naar de volgende video. En... ik denk dat ik daar toch een goed half uur aan bezig ben geweest om een lantaarnpaal te maken. Nu, wat jullie niet weten is, ik heb dit opgenomen op maar 1 scherm, omdat ik bij mijn vriend was. En ik heb dit een klein beeld opgenomen, dus het was van zo'n klein beeldje, op mijn laptopscherm dan ook nog. En dan moest ik ook nog mijn opnameprogramma, die het gelukkig uittrekt voor jullie, zodat jullie geen zwarte balken krijgen. En daarna heb ik ook namelijk ook nog een paar foto's gebruikt van hoe wil ik het gaan hebben. Dus grotendeels is gebaseerd op foto's. Gewoon echt naar een foto kijken van, ah, oké, zo wil ik het hebben. En dan eigenlijk proberen in de werkelijkheid te brengen. Dus zoals ik hier heb gedaan, is eigenlijk een lantaarnpaal gebaseerd op Silverette, zijn uitvinding. Silverette is namelijk een Nederlandse YouTuber die alles in het Engels doet. Die eigenlijk een van de celebrities is van bij Planet Coaster. En ik vind het zo fantastisch. Ik kijk heel graag naar zijn livestreams. De livestreams gebeuren altijd in de avond ergens. Of ja, normaal toch wel. En die zijn zo zalig, zo rustgevend. Echt wel heel fijn. En hij doet het echt heel goed. Dus ja, wat ik hier van ban ben. Ik ben hier iets van ban. Oké, wat ik hier van plan was, ben. Is namelijk eigenlijk dus een lantaarnpaal maken. Met daar eigenlijk gewoon, ja. Een lantaarnpaal die schijnt. Oei, dat heb ik al te veel gezegd. Ja, dus hetgeen wat je eigenlijk altijd het beste kunt doen, wat ik ook van Silverette heb geleerd, is namelijk alles in één building doen. Zoals je kunt zien, editing building 8164, ook al heb ik er amper 8164 in staan. Maar dat is namelijk eigenlijk, je moet alles in één building... een vlag erop, goed, doe dat maar, ja. Je moet alles in één building zetten. Waarom? Heel eenvoudig, omdat dat makkelijker maakt om je eigenlijk op te slaan of te verplaatsen. En straks ga je mij een beetje zien klungelen. Ja, hier heb ik trouwens een zwaard gebruikt als middenstuk. Ik vond dat wel grappig. Je moet allemaal spullen gaan gebruiken die je denkt, die je normaal gebruikt voor andere zaken, maar dan eigenlijk gewoon hier voor een lamp in te zetten. En ja, hier is het probleem. Zoals je kunt zien, word ik een beetje kwaad. Ik ben niet te schudden met die lamp, omdat dat stom blokje er niet bij zit. Dus nu heb ik dat blokje wel in de building bijgezet, zodat ik overal die lantaarnpaal gewoon kan kopiëren en kan plakken. Dus, ja, oké, ja. Knippen, dat kennen we niet meer, of wat? Stukken uitknippen, we hebben hier misschien nu al, weet ik veel, hoeveel minuten die lantaarnpaal voor ons neus gehad, niet? Ah, oké, we gaan eens door. Ik ging die lantaarnpaal gaan plaatsen, ik dacht, ik zet die hier op of zet die op het hout? Mijn vriend zei, zet dat op het hout, dus zet ik het op het hout. Dus dat vond ik ook beter, eigenlijk is dat ook veel beter, dan heb ik het hier zo op het hout staan. Dan heb ik het opgeslagen als blueprint, dus jullie zelf kunnen deze lamp ook krijgen. Ik heb deze lamp genoemd een lamp die schijnt in het donker. Heel mooi. Deze is namelijk opgeslagen. Ik kan deze online zetten voor jullie, zodat jullie dit kunnen openen en kunnen gebruiken.
Ook kan ik mijn hele wereld online zetten, maar dat ga ik nog niet doen, omdat hij pas op het heel begin is. Dus ik kan ook mijn volledige, ja, wereld online zetten. Dus wat ik nu doe, is eigenlijk een drietal lantaarnpalen zetten en daarna ga ik normaal gezien overgaan naar het andere gedeelte. Nu, er is wel een raar stukje bij, want hier vlieg ik weg en hier blijf ik gewoon stilstaan. En ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik blijf weer stilstaan. Maar we zijn aan de andere kant. Zoals je kunt zien heb ik een zwarte lijn getrokken. En op deze zwarte lijn gaat normaal gezien de berg gaan komen. Nu, ik was eerst niet tevreden, dus terug opnieuw. En nog een beetje opnieuw. En oké, toen was ik deels klaar. En nu zie ik nog altijd dat er zwarte stippen staan. Oké, maar niet uit. Dus in het midden heb ik de berg ietsjes hoger gemaakt, omdat ik er wel vond dat dat moest. Daarna heb ik een beetje wilder gemaakt. Met een nieuwe functie, vind ik zo een handige functie. Eigenlijk dat hij de berg omlaag en omhoog trekt. Daarna een beetje donker gemaakt, daarna stenen opgezet. En dan nog allemaal planten, maar daar kom ik nog allemaal bij. En ik even weer wat drinken, want... Goedemorgen. Pardon, dat kan ik er niet uitknippen. Dat is ook nog het ergste. Jens, waarom kan je het er niet uitknippen? Ja, ik kijk de video ook live mee, dus ik kan moeilijk dingen gaan uitknippen, want dan trekt de muziek op niks. Dus ja, wat ik dan heb gedaan, is nu nog wat geschilderd. Waarom ben ik dit aan het doen trouwens? Plotse stilte, woehoe. Oh ja, trouwens, nee, dat is niks interessant. En hier ben ik gaan kijken hoe het voelt als een speler. Oké, okay, ja, maar ik ga even iets zeggen. Ah ja, hier was ik aan het praten met mijn vriend van dat het op niks trekt. Dat er airco units normaal onder water stonden. Oké, okay, hier ben ik dan begonnen met de aankleding van de andere kant eerst. Dus namelijk van die dead bushes. Eigenlijk dode struiken. En ik vond dat wel schoon om dode struiken hier eigenlijk te hebben. Die kleuren zijn echt mooi. Rood en paars zijn een van mijn lievelingskleuren. Dus ik vind dat echt fantastisch. En de belichting in het spel is ook heel goed. Nu, ik wil eventjes tussendoor zijn, want dat is toch mijn plan te zetten. Als jullie namelijk dit interessant vinden... Nu, ik weet zelf, het is voor mij de eerste video die ik zo doe. Ik zie al dat er een paar fouten in zitten, dus ik moet ietsjes meer gaan knippen. Ik moet ietsjes meer voorbereiden, want het is nu 8:30 's morgens en ik moest het klaar hebben voor in de avond. Daarom dat ik even nog een beetje moe ben. En hetgeen wat ook is, het duurt mij ietsjes te lang. En informatie te vertellen over wat ik doe is ook zo'n beetje van, ja, nu klik ik hier, nu klik ik daar, nu klik ik hier, nu klik ik daar. Dus ik vind het zo. Dus laat mij hieronder in de reacties weten wat ik moet verbeteren, wat ik kan verbeteren. En laat mij gewoon weten. Oké, nu komen we aan het iets interessanter gedeelte. Dit is namelijk dat ik planten aan de zijkant had gezet. Die precies uit de rots... Was die microfoon? Die precies uit de rots kwamen. En ik vond het wel chic. En waarom? Omdat straks gaan jullie het gaan zien. Wat ik namelijk heb gedaan... Oké, nog een paar cactussen geplaatst. Want ik vond dat er... Dat paste wel op die berg, een paar cactussen. Cactus. Hier is het trouwens een stuk in de berg dat op niks trekt. Moet nog altijd weghalen. En ik ga normaal gezien ergens gaan knippen naar dit gedeelte. Gaat normaal een stuk weg zijn. En ga ik in één keer houten constructies hebben staan. Maar ik weet niet. Knip. Knip dat ding. Nee, plaats niet nog planten. Ga weg. Ik ben tegen mijn eigen bezig eigenlijk, hè. Ga weg, knip dat ding. Oh ja, ah ja, die boomjes, ja. Ah, hier zijn we. We zijn dus bij het hout aangekomen. Zoals je kunt zien heb ik precies een houten constructie. Dit is al een voorgemaakte constructie wat een Planet Coaster was. En ik vond dat een heel schone constructie om te hebben. Dus ik dacht, ik zet dat zo. En dan lijkt het alsof dat eigenlijk de planten worden ondersteund door de houten constructie. Daarna heb ik er palen namelijk ondergezet. En dat was een ramp. Man, ik weet niet, ik ben een perfectionist en bij mij moet alles zo in de puntjes staan. En het lukte mij maar niet om die te goed te krijgen. Dus hier heb ik eigenlijk vrij lang aan zitten te klommelen. Nu, dit is zo'n beetje saaier gedeelte, omdat het maar gewoon houten planken plaatsen zijn. Maar het volgende gedeelte is echt fijn. Het volgende gedeelte is binnen een minuutje of zoiets, denk ik, of ietsjes minder. En dat is namelijk het huisje wat ik ga maken. Ik had namelijk een huisje genomen uit de bibliotheek, dus uit de blueprints van Planet Coaster. Dan zo hetzelfde idee. En gewoon om te beginnen. Gewoon om te kijken van hoe maken zij een huisje. Ah, zo kan ik ook een huisje maken. Oké, hetgeen wat ik nu aan het doen ben is gewoon van die... Ja, ik weet niet wat het zijn. Het zijn... Hoe heette die? Staat er eerst een naam op? Goed, dat is niet wat de naam is. Wooden post. Het is een wooden post die normaal gezien andersom draait. En ik heb ze ondersteboven gedraaid. Want je kunt zoveel dingen doen met al die spullen hier. Dus...
Dat is eigenlijk hetgeen wat ik nu heb gedaan met deze constructie. Ik vind het echt nog altijd heel schoon. Hetgeen wat ik daarna heb gevonden was die twee houten planken die zo ineen zaten. En ik vond dat niet zo schoon, want die zaten zo ineen. En ik moest daar iets hebben. En ik had dan gedacht van, ik neem mij een zwaard. Zoek het zwaard. Ja, nee, een ander tabblad. Nee, dat is veel te groot. Het zwaard. Weet je wel, dat is zoiets wat snijdt en waar je mee een hoofd kunt. Oké, Ferry de monnik. Waar je een hoofd mee kunt afmaken. Ah ja, come on. Laat een like achter als je het ook vindt dat het lang duurt. Wauw, je hebt ze om likes vragen dan op die manier. Oké, hetgeen wat ik dan was gaan zoeken was dan namelijk een zwaard. En uiteindelijk heb ik in één keer bedacht van toen ik met mijn vriend ook aan het overleggen was, kunnen we best misschien een zwaard proberen. Ja, dat groot zwaard, dat paste eerst niet in. Toen ben ik gegaan voor een kleiner zwaard. En dat kleiner zwaard had ik eerst verkeerd staan. Dat weghalen lukte niet, dus controle zet. En dan heb je namelijk een zwaard ingezet. Waarom? Heel eenvoudig, dat zwaard lijkt alsof er een pin ingeklopt is om die twee planken vast te houden. Dus die twee planken zitten... Ik moet even kijken. Die twee planken zitten zo achtig ineen. En dan zit er eigenlijk een pin in, zoals Jezus vasthing aan het kruis. Om dan vast te maken. Wauw, wat een vergelijking. Jezus die vast... En hier zijn we eindelijk aangekomen. En wat ik vind... wat ik persoonlijk vind het fijnste gedeelte. Zoals je kunt zien, links staat het huisje van Planet Coaster zelf. Maar ik dacht van, oké, dat gebruik ik eventjes als referentie. Maar daarna heb ik het eigenlijk ook gewoon terug weggedaan. Oké, hetgeen wat ik dan nu aan het doen ben, is gewoon muren aan plaatsen. Daarna komt er een mooie dag op, vind ik zelf. En ik vind van mijn eigen ook zelf dat ik echt goed heb gedaan qua versiering van de muren. Want ik verschrik er nog altijd van mijn eigen van... Dat ik dat heb klaargekregen. Dit hoekje wordt, dat hoekje wat jullie daar juist zagen, dat verlaagd hoekje, dat wordt namelijk eigenlijk een soort van bloemenachtige struik. Bloemenachtige struik? Huh? Bloemachtige struik, ja. Wat ik hier heb gedaan is namelijk eigenlijk, wat is dat? Een soort van, ik ben de naam kwijt. Hoe heet die? Wacht, ik even eens luisteren. Ah ja, dit is het gedeelte met die rustgevende muziek. Ja. Oh, ik vind die muziek zo fijn. Oh. Oei, ik ga deze zachter zetten, want anders horen jullie het geluid dubbel. Dus ja, hier heb ik namelijk het dak afgemaakt. En als je de muziek luidt... Oh, ik hoorde dat ik deze muziek eerder had. Ik heb deze muziek pas afgehaald nadat ik tijdens het bewerken heb ik die afgehaald gehad. En oh, dat is zo goede muziek dat erbij was. Oké, maar ja, het volgende gedeelte is dus het dak afmaken. Daarna komen alle ramen en si en la en... Ja. En zie en la. Oh, die muziek. Oh. Ik zie dat we bijna al aan de 20 minuten zitten, kan? Oh, 17 minuten, oké. Oké, hier ga ik dan nu uiteindelijk gaan beginnen met de versiering van het dak. En dat is dan namelijk... Dit vond ik een heel schoon stuk. Dat was al een voorgemaakt stuk, vond ik heel schoon. En dan ben ik nu begonnen met een deur te gaan plaatsen. Daarna een paar raampjes aan de zijkant. En wat niet in de versnelde beelden komt, is achteraan. Heb ik ook nog iets aangepast. Komt wel in de live beelden. Live beelden. En die al eerder zijn opgenomen. Dus toen ben ik begonnen met een raam te kiezen. Wow, dat was een grote raam. En... Ik vind zelf, van mij persoonlijk, dat ik het huis op het laatste zie dat er nog meer versierd is. Dat het eigenlijk goed gedaan is. Dus hier was ik ook weer een raam aan het zoeken. Heb ik er 3 van deze gezet. Omdat ik vond, dat moet er wel bij, 3 van die. En dan plaats je hem 2 keer verkeerd. Oké, kijk eens aan. En op de achterkant komt dan een werkdeur. Dus voor de werknemers. Links komt dan een... voor de werknemers had die ook met een chipkaart kunnen binnengaan. De deur is inderdaad niet mooi. Maar het staat toch achter het gebouw. En dat zie je normaal niet. Maar het moet er zijn. Ik vind persoonlijk van... Je mag niet zomaar een huisje gewoon van voor gaan versieren. Voor de bezoekers. Het moet ook van achter versierd zijn. Voor de mensen die er ook wel degelijk werken. Die moeten ook binnen geraken. Allee, zo denk ik dan weer na. Dus dan vanachter ook een klein raampje, want ja, dat is niet zo belangrijk. En dan hier aan de zijkant heb ik wel het tekentje gezet van Hats. Wat is het? Hats Fantastic? Ja, Hats Fantastic. Zo 2 maal. Eentje daar en eentje daar. Eigenlijk gewoon alles opgevuld. Daarna ben ik met de planten begonnen. Nu moet ik een beetje gaan opletten dat ik op tijd ga stoppen, want ik weet zelf niet meer op welke tijd dat ik begin te spreken. En hier heb ik dan gewoon planten nog namelijk gezet. Daarna als laatste nog een raampje vanachter gezet. En omdat de onderkant nog niet groen was, dat moet ik nog eigenlijk aanpassen, heb ik namelijk
lianen gebruikt gehad, denk ik. Lianen? Zijn er lianen in het spel? Hoe heet dat ding? Die druipers? Hoe heet je dat? Hoe noem je dat? Geen idee, eigenlijk. Maar van die planten die alles... Ja, die ja. Ik noem de naam niet meer. Maar ik denk dat ik ongeveer op het einde van de versnelde beelden ben gekomen. Dus ik ga stiltjes aan gaan stoppen met praten. Het is hier het laatste raam nog. En hier komt dan het live mee. Oké, zoals jullie kunnen zien ben ik hier namelijk met live beelden van Planet Coaster. En ik wil jullie eventjes laten zien wat ik namelijk dus heb gedaan. Dus hier wat ik heb gedaan is, ja, zoals jullie dus kunnen zien, is namelijk het water. Het water, ja, oké. En ik heb hier dan een paar bosjes in toegevoegd. Dit gaat vanaf de volgende aflevering, gaat er meer gras zijn. Die heuveltjes hier gaan weg zijn. De lantaarnpalen gaan nog iets beter zijn. Alles gaat een beetje beter zijn. En het huisje zelf, wat niet in de... Wat er niet in de video is gekomen, is namelijk hier de achterkant. Ik heb hier namelijk stenen gezet gehad. En ik heb ook voor gezorgd dat bij de achterste deur, dus de mensen die er werken, binnen kunnen. En ik heb ook een airco-ding erbij gezet. En ja, dat is eigenlijk hetgeen wat er nu live te zien is. Het pad gaat dan nog verder lopen. Wat gaat er gaan komen? Hetgeen wat ik hier van plan ben op dit gedeelte is een soort van ingang. Dus een boog ga ik erover maken. Met dan hier eigenlijk de Main Street, zoals het in een park is. Disneyland, Parijs, Disneyland gewoon. De Main Street komt hier dan, met allemaal verschillende huisjes. Dus dat is voor de volgende video. Plus, dit wordt afgewerkt en ik vind het heel erg, maar dat water... Misschien ga ik er toch nog iets, in het midden gaat ook nog iets komen, maar dat is allemaal voor de volgende. Want jullie moeten weten dat dit 3 uur werk is en voor jullie 20 minuutjes. Yay! Maar ja, het spel loopt heel goed. Dus ja, ik zie jullie bij een volgende video. Mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doe nog altijd alvast een blauw duimpje omhoog. Bye.